Sorry. Dit is Lotte Pronk. Ze treedt in de voetsporen van haar vader. En dit is waar het bij de smederij in Andelst om gaat. Kennis overdragen en vervolgens... Oefenen, oefenen, oefenen is heel belangrijk. Door het doen verkrijg je de kennis en de ervaring. Inmiddels geeft ook dochter Lotte instructies aan weer een nieuwe lichting smeden. Moet je hem nou goed heet maken, dan slaan we in één keer er doorheen. En welke techniek wordt hier geoefend? We zijn hem aan het splijten en dan gaan we twee krulletjes maken. En vader Kees Pronk kijkt ook nog mee. Dat hij zo wel weer warm is, of niet? Maar mag iets warmer zijn dan. Ze zijn trots bij de smederij in Andelst dat ze nu op de lijst van immaterieel erfgoed staan. Er komt nu ook regelmatig een toetsing of ze hier aan alle eisen blijven voldoen. Dus Kees houdt nog altijd een vinger aan de pols bij zijn dochter. Maar ook hij wordt scherp gehouden. Ik word wel door er op de vingers getikt, ja. En dat moet ik ook accepteren en ik accepteer dat ook wel. Maar ik heb ook wel eens dat ik zeg, ja, maar daar ben ik het niet mee eens. En dat is dan mooi, dan krijg je wat discussie. Dat was hem. En worden er al plannen voor een feestje gesmeed? Feestjes vieren wij hier in de smederij met de collega's. Want dat wordt echt wel nat gemaakt, maar geen zorgen.